Het is vandaag open dag bij de waterzuivering hier in De Bilt. De waterzuivering valt onder de hoogheemraadschap van de Stichtse Rijnlanden. En we gaan even kijken wat er gebeurt met ons afvalwater. Hartelijk welkom hier op de rioolwaterzuivering van De Bilt. De heer Arjan Wind van het hoogheemraadschap gaf voorafgaand aan de rondleiding een uitleg over de rioolwaterzuivering. Het afvalwater komt samen met het regenwater via het riool in de zuiveringsinstallatie die bij ons gelegen is naast het industrieterrein Larenstein. Het water wordt eerst grof gefilterd op van alles wat in het riool terechtkomt, zoals vette doekjes, voorboedsmiddelen, damesverband, maar ook portemonnees verdwijnen, al dan niet gestolen, in het riool. Wat daarna overblijft, laat de heer Wind zien in een fles. Dagelijks verdwijnt per persoon zo'n 120 liter water via het riool. Dat is behalve het water van het toilet ook het douche- en waswater. Onze rondleiding werd verzorgd door Dick den Hartog, die ook muskusrattenvanger is. Hij nam ons mee naar de plek waar het grofvuil gefilterd wordt. Dat was dan ook de plek waar je het riool kon ruiken. Ik stel voor dat we naar buiten gaan, want ik vind het hier niet zo heel erg... Ik vind niemand het lekker ruiken. Na de eerste filtering wordt het zand dat meespoelt met het regenwater uit het water gehaald middels de zandvangers. Het zand is dan niet schoon, maar kan wel voor de wegenbouw gebruikt worden. De derde stap is het bezinken. In een groot bazin, de bezinktank, kunnen alle deeltjes die zwaarder zijn dan water naar de bodem zakken. Het schonere water stroomt dan over de rand en wordt naar een volgend proces gestuurd, de actief sliptank. In die tank zitten miljarden bacteriën die het water op natuurlijke wijze zuiveren. Voor de bacteriën wordt extra zuurstof aan het water toegevoegd door grote roerders die de lucht in het water brengen. De bacteriën gedijen daardoor goed en vreten zich vol met het afval waardoor het water schoon wordt. Als laatste komt het water in de nabezinktank. De volgevreten bacteriën kleven daar aan elkaar vast en bezinken in de tank. Met een grote veegarm die over de bodem schuift, worden de bacteriën uit het schone water gehaald. Het schone water stroomt weer over de rand en gaat dan via de Biltse Grift uiteindelijk naar de Oude Rijn en stroomt dan via Katwijk naar zee. Bij het slip dat achterblijft, wordt het water uitgeperst zodat er een redelijk droge substantie overblijft. Dat gaat naar Nieuwegein, waar uit dit slip weer biogas wordt gehaald. Dat omgezet wordt in elektra. Op het terrein staan nog een tweetal filters, waar onder meer lavastenen in zitten om de lucht te filteren. Wat wij kunnen doen is in ieder geval alle lucht van de zuivering die komt dan door die filters heen. En dat scheelt in ieder geval aanzienlijk.